Het is donderdag, het is weer tijd voor een nieuwe wekelijkse stelling. En deze week doen we die samen met Ossia Shente van SC Eindhoven. Jij bent gekozen door Anthony van der Hurk. Wat zei jij net dan tegen me? Dat is weer opnieuw. Wat zei je net tegen me dan? Anthony van der Hurk van de Glazen. Nee, je zei net iets anders. Wat zei ik net? Van de Veen toch? Van de Ven. Eigenlijk zouden we Maxime Gunst doen, want die is vorige week uitgekozen door die soort van de Venne. Ik bedoel Anthony van der Hurk. Oh, dus blooper weer. Of bloopers, hoe noem je dat ook weer? Ik snap het ook niet helemaal niet. Jij bent de tweede keus. Tweede keus, inderdaad. Wat vind je ervan? Schandalig. Ik heb er geen woorden voor, maar goed. Voor deze keer. Laten we maar snel beginnen. Ben je er klaar voor? Nee. Heel goed. Dat is het belangrijkste. Stelling 1. Als ik aan het eind van mijn carrière maar één prijs win, ben ik alsnog tevreden? Nee. Stelling 2. Van alle clubs waar ik gespeeld heb, kom ik toch wel het meeste thuis bij FC Eindhoven. Ja. Ik ben nooit goed genoeg geweest voor een Nederlandse topclub. Nee. Eerlijk zijn, nee. Met baard ben ik veel aantrekkelijker dan zonder baard. Jongen. Ja! Godverdomme, zijn er wel vragen, jongen. Allemaal negatieve vragen krijgen. Kijk je iets positiefs? Tweede keus, toch? Ik ben inderdaad tweede keus, ja. Dus ik merk het, ja. Is de merk, hè? Is echt een merk, ja. FC Eindhoven? Ik durf bijna niet meer. Zijn eigen schuld. Tweede keus. FC Eindhoven is mijn laatste club. Nee. Spannend. Dit waren ze. Wil je nog uitleg geven bij één stelling? Ja, ik is allemaal negatief, joh. Wat moet ik uitleggen? Ja, vond je het zo kut? Nee, joh. Ik ben het wel gewend, die vraag van journalisten. Journalisten. Hey, wekelijks laten we ook de speler, een volgende speler uitkiezen. Ja? Heb jij iemand in je hoofd? Iemand van de Jupiler League? Wie is volgende week aan de beurt? Mohamed Rahi van NEC. Of hebben die al gehad? Nee, zeker niet. Oké, dit was hem voor deze week. Volgende week dus Rahi aan de beurt van NEC. Gaan we lekker naar Nijmegen. Tot volgende week. Rahi, succes jongen. Ik heb echt klote vragen. Ik kan nu al vertellen.